Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij op bezoek Maarten van Buren om te praten over de Stoa. Meer in het bijzonder, een boek dat hij vertaalde, Marcus Aurelius en de Stoa. Een soort intellectuele biografie van deze keizerfilosoof. Heel goed. Ja, intellectuele biografie, dat is het. Ja. Ja. Ja, jij bent emeritus hoogleraar Franse letterkunde. Ja. Maar je bent ook altijd behoorlijk filosofisch geweest. Ja. Je bent Spinoza-kenner met meerdere boeken over Spinoza op je naam. Ja. Vertalingen. Ja. Je bent ook een Nietzscheaan. Ja. In ieder geval Nietzsche-kenner inmiddels. Ja. Binnenkort komen van jouw vertalingen uit. Onder andere van Jenseits zum Guten von Gutenböse. Ja, ja. Jenseits von Gutenböse. Ja, moet ja, ik goed ja. zeggen. Maar we gaan het hebben over de Stoa. Ja. Ook wel weer grappig dat een letterkundige zich verdiept in de Stoa. Ja. Maar ja, wat ik al zei, je bent eigenlijk meer ook een... Ja, ik heb letterkunde altijd zo opgevat, filosofische letterkunde. Dus letterkunde was voor mij een vrijbrief om filosofen te kunnen doen. Dus letterkunde, dat betekende Sartre, Camus, Montaigne, noem maar op. Ja. Dus de grote denkers. Geweldig. En dan ook nog denkers die konden schrijven. Nietzsche is ook zo iemand. Is dat literatuur, is dat filosofie? Het is filosofische literatuur en literaire filosofie. Dat is mijn gebied. Ja. Heerlijk, heerlijk. Zijn in ieder geval denkers die kunnen schrijven. Ja. Dat kom je niet vaak tegen. Ja, dat is vrij zeldzaam. Of het daarmee ook literaire schrijvers zijn. Ja, ik zou Nietzsche beschouwen als echt een van de allergrootste filosofen. Ja, maar ook een hele grote schrijver. Ja, ja. Fantastisch wat die man doet met literaire expressie, met metaforen, dat is... Er is een overeenkomst met Marcus Aurelius. Ja. Omdat ze allebei erg pointiert, erg pregnant in één zin, ik zou bijna zeggen in één tweet, kunnen zeggen waar het op staat. Dat is knap, hè? Nou ja, wat dat betreft... aforistisch, dat is aforistisch. Ze schrijven aforistisch. Dus wat dat betreft lijkt hij meer op La Rochefoucauld, bijvoorbeeld. Ja. Die ik ook een, nou, een grote... Ook... Ja, ja, ja. En Nietzsche, die heeft ook een grote voorkeur, had een grote voorkeur voor La Rochefoucauld en ook voor dat aforistische schrijven. En veel van zijn boeken zijn ook inderdaad van die aforismen. Ja. Ja. Zullen we er meteen eentje bij pakken en dan gaan we het boek induiken? Een mooi aforisme. Misschien heb je er een die op de tong liggen, anders zoek ik er even eentje op. Je hebt natuurlijk al die van Epictetus, die zegt van mensen storen zich niet aan de gebeurtenissen, maar aan hun opvattingen over de gebeurtenissen. Ja, ja, ja. Dat soort knakkende wijsheden, dat je even moet nadenken. Ja. Even of we nog een van Marcus zelf kunnen vinden. Weldra zul je alles vergeten. Ja. Weldra zullen alle jou vergeten. En het komt uit de aansporingen. Ja. Weldra zul je alles vergeten, weldra zullen alle jou vergeten. Ja. Het is een goede om vooraan te zetten, omdat het direct iets weergeeft van de toch wel sombere gestemdheid van Marcus Aurelius. He, dus als je iemand moet kenmerken door te zeggen van dat hij weldra vergeten zal zijn, zodat het... Zoiets van, ja, wat doet mijn leven er eigenlijk toe? Want het is binnenkort vervlogen. Dan is dat toch wel heel erg sterk. Ik bedoel, we zijn allemaal betrekkelijk. En over een tijdje zijn jij nog ik er meer. En we weten dat allemaal. Maar om nou vanuit dat besef te leven. Zoiets van, wat doet het er eigenlijk toe? Dat is toch wel een beetje... Dat kenmerkt hem ook direct als... Stoïcus, ik heb het liever over stoïcus dan over stoïcijn, in de minder positieve zin van het woord. Dus ik ben een groot voorstander van Stoa, maar er is één aspect waarin ik Stoa en ook Marcus Aurelius niet volg, en dat is hun, ik zou bijna zeggen, mortalisme. Dus er is iets tegengesteld vitalistisch in. En ik heb... Defartisme. Neerleggen bij de zaken zoals ze zijn. Ja, en vooral ook neerleggen bij de eindigheid van het leven. Ja. Wat niet wil zeggen defartisme. Want defartisme is iets van... je hoeft er niet aan te beginnen. Of als je de strijd ingaat van... laten we het maar niet doen, want het loopt toch fout. Zo was het niet. Want het waren vrij heldhaftige en plichtgevoelige mensen. Maar hun hele idee was van... Het leven is een last en onze plicht is om dat mee te torsen,
als soldaten die hun plicht doen, maar we zullen blij zijn als we die last van ons afmogen. Kijk, dat is niet een boodschap waarmee ik het leven in zou willen gaan. Dus, maar afgezien daarvan, dat heeft er ook toe geleid dat ik lange tijd een voorstander was van Epicurus. Want Epicurus met zijn tuin en zijn boodschap, heel wijze man, dat was mijn favoriet. En ik heb de Stoïci met al die beeldvorming van die mensen die zich op een rooster laten roosteren en dan toch onverstoorbaar blijven. Kijk, dat is mijn stijl niet, dus ik heb dat allemaal tot het moment waarop ik mij ging verdiepen in Spinoza. En Spinoza, die laat zich inspireren door de Stoa, massief. En dus heb ik via Spinoza, ja, de grote Stoïci ben ik gaan lezen. En ook de inleiding van Hado, met andere inleidingen. En die inleiding van Hado, dat is een van de drie. Jij noemt dit een inleiding, dit boek? Een inleiding in de Stoa. Oh ja. Kijk, zo heb ik dat het gelezen. Het is voor de kijkers en de luisteraars nog belangrijk. Dus dit boek van jou, dit is een vertaling van Hado. Ja. Hij schreef het in 92. Ja. En jij hebt het in 22 voor de Nederlander vertaald. Ja. Ik noemde het even een intellectuele biografie. Ja. Maar jij zegt eigenlijk ook, het is ook een inleiding in de Stoa. Ja. Het klopt allemaal eigenlijk. Ja. Het is een biografie in de zin van, we leren hem wel een beetje kennen. Ja. Marcus Aurelius. Ja. Een beetje. Ja. Kijk, en het is een inleiding in de Stoa in de zin van dat jij heel mooi schetst. Of Hado. Of, goed, je hebt het vertaald. Je hebt het je duidelijk ook toegeëigend. Je merkt dat hij op de schouders van reuzen staat. Ja. Meer dan zelfs de Stoïci geneigd waren. Ik kwam een zin tegen in de inleiding die dat wel illustreert. Hado schrijft dan, het kan ook jouw vertaling vooral zijn, van ja, het is toch opmerkelijk zo'n keizerfilosoof die eigenlijk niet bekend is geworden om wat hij bijdroeg aan de Stoïsche filosofie. Ja. En dat het toch de moeite waard is om hier een biografie over te schrijven. Ja. Dus hij heeft eigenlijk, met andere woorden, niet geïnnoveerd. Hij heeft geen vernieuwing aangebracht. Zijn verdienste ligt daarin dat hij via Epictetus, wiens leerling hij was, de kern raakt van wat de oude Stoa in de kern wilde zeggen. Dat heeft hij in zich, dat belichaamde hij en dat leefde hij uit. Dat was ook de reden waarom hij elke ochtend, ook in omstandigheden van strijd en van aanvoering van de troepen, de tijd nam om die aantekeningen te maken, om zichzelf aan te sporen tot het goede leven. Ja. En dat deed hij vanuit de lessen van Epictetus en daarmee vanuit de traditie van de Stoa. Dat had hij zich zozeer toegeëigend dat hij elke dag de tijd nam om zichzelf te gaan te herinneren wat de juiste regels waren waaraan hij zich moest houden om goed te leven. Ja, mooi hè. Dus die biografie gaat over vooral één geschrift van hem, wat we over... Er is maar één geschrift van hem, hè? Ja, het is de vraag of het misschien überhaupt één geschrift moet worden genoemd, hè? Dat het is meer een verzameling van... Ja. Ja. Van aantekeningen. Ja, het is zoiets als de pensée van Pascal. Dat zijn allemaal hele losse snippetjes die bij elkaar zijn gevoegd. Persoonlijke aantekeningen, losse blaadjes die door een zorgzame secretaris zijn behouden, zijn weggelegd, ergens op... Overgeschreven. Ja, en daarna zijn overgeschreven en die overgeschreven blaadjes zijn wonderbaarlijk genoeg behouden gebleven. Dat is echt een wonder, want hij schreef het niet... Uitdrukkelijk niet om gepubliceerd te worden. Hij schreef het aan zichzelf. Dat was ook de titel van... Dus geschrift voor mijzelf. Om zichzelf te aan te herinneren van... Ik ben vandaag... moet ik op strijdtocht tegen de Germanen. Ik moet bedenken dat ik zo leef... En dat ik mijn mensen zo toesprek. En dat ik dit en dat. De aansporing aan zichzelf. Dat is het. Ja. En, maar op een onpersoonlijke manier. Dat vond ik zo frappant. Ja. Dat het... Ja, dus het zijn geen het is eigenlijk, hij is heel protestants in die zin. Hij schrijft dus de leefregels op. Hij schrijft de leefregels op. Als een soort geboden. Ja. En ook wel analyserend. Ja. Maar er komt maar heel weinig, er komt wel veel persoonlijkheid naar voren. Als je gelooft dat stamina en structuur en discipline persoonlijkheid zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook voor een deel zo. Maar echt zoals wij dat kennen, ontboezemingen, meditaties. Ja, nee, dat is er niet bij. Het is helemaal niet, dat is ook niet belangrijk. Voor hem niet? Nee, voor hem niet. Voor hem is belangrijk van wat hij van de Epictetus en van de Stoa had geleerd. Namelijk, hoe je moet zijn, hoe je moet denken, hoe je moet handelen. Die drieslag, hij is zo belangrijk omdat zijn geschriften steunen op de drieslag
die hij via Epictetus van de Stoa kreeg aangeleverd. En die drieslag die bestaat uit richtlijnen over het zijn, dus ontologie, over het denken, dus kenleer, en over handelen, dus ethiek. Ja. En het knappe van die intellectuele biografie van Hadot is dat hij toont in die versnipperde geschriften van Marcus Aurelius dat dat gegrond is in, gebaseerd is op die drieledige leer van de Stoa. Wat je anders nooit zou zien en wat anderen ook niet hebben gezien, maar dat die drievoudige leer daarin is terug te herkennen, meer nog dat je al die duizenden aantekeningetjes van Marcus Aurelius moet rangschikken volgens die driedeling. Ja. Blijkt er dus een grote consistentie te zijn in die stoïsche leer. Maar een van de dingen die me opviel in het boek, en dat weet ik zelf ook wel van de oudheid, ja, dat er toch wel verschillende leersystemen naast elkaar konden bestaan. Hè? Ja. Dus die Marcus Aurelius werd ook wel, ja, misschien dat je het niet helemaal zo kan zeggen, maar laat ik het toch maar even zo doen, Maarten. Hij was ook gewoon een beetje een nerdkeizer. Dus het was niet zo dat andere mensen dachten van, nou, wat een voorbeeldige keizer. Nee, het was een filosofische keizer. Wat, ja, dan ook weer een heel specifieke betekenis had. Ja. Namelijk niet in de leer, maar vooral in zijn leven, een filosofische, ja, levenshouding aannam. Ja. En je had een heel repertoire aan mogelijkheden, aan wereldbeelden waar je, ja, tussen kon kiezen. Dus onder andere het Epicureïsche, ja, en het Epictetische, wat hij, ja, dan voorstaat. En dan, ja, heb je daarnaast nog Aristotelianen, Platonisten, ja, en sceptici, christenen die opkomen. Ja, cynici. Skeptisch. Ja, dat is wel, ja, interessant aan hoe, ja, tolerant eigenlijk die Romeinse tijd, als je dat nu met nu vergelijkt, ja, hè, want nu is moraal toch één ding. Ja. En toen had je toch, ja, veel smaken dan eigenlijk. Hè? Zeker, zeker. In ieder geval minder dan in onze tijd, waarin we nog steeds denken volgens de traditie van het christendom. In die tijd was het veel rijker geskakeerd. Maar Marcus Aurelius was, zoals je zegt, een uitzondering in die zin. Dat hij zichzelf beschouwde als een keizer, maar ook als filosoof. En dat was wat men toch niet verwachtte van een keizer. Van een keizer werd verwacht dat het een militaire aanvoerder zijn. Iemand die, maar ook een vent moet dat zijn, die in de barst omstandigheden blijft staan. En daar was hij eigenlijk gezien zijn intellectuele belangstelling niet de man voor. En zijn omgeving keek hem er eigenlijk ook een beetje op aan. Hè? Dus die man die aan de filosofie, die zat filosofie te doen. En die was ook een beetje ziekelijk. Dus hij sliep slecht. Wat moesten ze met zo'n man doen als aanvoerder van de troepen? Dus dat was, wat jij zegt, een beetje de nerdkant van de keizer. Overigens, uit het boek merk ik ook niet van dat hij bijvoorbeeld hele lange redenvoeringen of zo gehouden heeft. Hè? Een paar, maar niet. Nee, dus, daar was hij niet de man voor. Nee, dus filosofisch als levenshouding, maar niet dat gepraat. Dus het, nee, wel niet een, dat gepraat. Was echt een doener. Ja, doener. Dus iemand die in zijn hele manier van omgaan met zijn omgeving, dus met zijn officieren, met zijn troepen, ook met de vijanden, bepaalde richtlijnen in acht hield, waardoor die zeer gerespecteerd werd. En waardoor die ook een uitzondering is onder al die keizers, omdat hij zich aan geen enkel, je moet maar aan Caligula denken of aan zijn adoptiefzoon Commodus die hem opgevolgd is. Dat was een beest gewoon. Dat was je in die keizertijd gewend, van dat het allemaal makkelijk de verkeerde kant uit ging. Daar is hij een uitzondering in, omdat hij voor zichzelf of in zijn jeugd al via zijn voorkeur voor de filosofie en de Stoa een weg had gekozen waarin hij zichzelf voorhield dat leven betekende op een goede manier leven. Dus volgens de juiste richtlijnen leven. En die juiste richtlijnen, dat waren de richtlijnen van de Stoa. Je had het even over zijn zoon of zijn aangenomen zoon. Ja. Dus toen in het Romeinse Rijk deden ze daar niet zo moeilijk over. Hè? Over, ja. Nee. Hij had ook veel kinderen, ik geloof, is het ook al 14? Ja, 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 met die Faustina. Dan, ja, dan waren er ook allemaal aanwaaikinderen, zoals je aanwaaikatten, ja, hebt. En hij was natuurlijk ook, hij was officieel de zoon van de voorafgaande keizer, maar dat was niet een echte zoon. Nee. Dat was volgens traditie van die tijd een adoptiefzoon. Dus, ja, hij was geadopteerd op vrij jonge leeftijd door Antoninus Pius, dus de voorafgaande keizer. En zo is hij eigenlijk vanaf jonge leeftijd
opgevoed om keizer te worden. Heel jong ook al. Ja, ja, ja. Je hebt een film Gladiator. Ja. En daarin komen ze voor. Ja, ja, ja. Dan houdt Aurelius... Commodus, die wordt dan die vermoord dan zijn vader, ja. Als ik me goed herinner. Ja, ja, en dus... dan is er ook een speech. En dan zegt Marcus ook... En dan komen we ook op die leer van het handelen. Ja. Want je zegt het zijn, het denken en het handelen. Ja. En laten we beginnen met het handelen. Ja. Naar aanleiding van deze anekdote. Ja. Want dan zegt Marcus Aurelius... Die zoon die deugt natuurlijk voor geen kant... My son's failures are my own shortcomings. Ja, ja. En daaruit blijkt dat wat voor levensleer hij ook heeft, ook ten aanzien van de opvoeding, ja. Hoe je leert handelen. Ja. Nou, laten we dat eens verder uitpakken. Dat komt trouwens uit de film Gladiator, een jaren 90 film die toch wel leuk is om nog te bekijken. Ja, 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 ja. Om andere redenen dan inzicht te krijgen in Marcus Aurelius, denk ik, hoor. Ja, ja. Ja, gewoon een ruige... Geschiedenis komt altijd ook tot leven door het een beetje... Dat soort films. Door het niet zo nauw te nemen met de waarheid en de idealisme. Ja. Want dat zijn ook mythes, hè? Ja. Hoe Rome in elkaar zat. Ja, ja. Dus, ja. Nee, wat mij intrigeerde, wat ik... Dus de oorspronkelijke reden waarom ik dit boek in de kast apart gezet heb... bij de studies die beklijven, is dat het mij... toen ik bezig was om te proberen te begrijpen wat de achtergrond was van waaruit Spinoza zijn filosofie ontworpen heeft, moest ik mijn beeld vormen van de Stoa en de lijn die van Stoa loopt naar Spinoza toe. En daar gaf dit boek mij eigenlijk het meeste steun van alle handboeken over de Stoa, omdat Hado daarin uitlegt dat... De Stoa van de keizertijd, dan hebben we het over de derde fase van de Stoa, dat een leer was die heel erg gericht was op dagelijks handelen. Dus op vragen van het dagelijks leven. En dat ze daar dus een leer op hadden toegesneden van de oude Stoa, die... uiteenviel in drie disciplines, in drie soorten oefeningen. Dus de Stoa van de eindtijd, van de keizertijd, is een leer van drie categorieën oefeningen. En die oefeningen betreffen het zijn, het denken en het handelen. En ze vormen een eenheid in datgene wat de Stoa als eigenlijk enige richtlijn heeft. En dat is de logos, de reden. Dat vergezicht, dat zie je niet als je boeken over de Stoa leest. Ook niet van hele geleerde mensen. Omdat de hoofdlijn in die boeken verloren gaat achter de vele varianten van de Stoa die er zijn. Het is in de vierde eeuw voor Christus begonnen. De tweede eeuw na Christus met Marcus Aurelius is het eigenlijk de eindtijd. Daartussenin zitten ontzettend veel schrijvers en filosofen met allemaal verschillende standpunten. Je verliest uit het zicht dan wat Hado weer in het zicht brengt, namelijk dat de Stoa één grote grondslag heeft en dat is het geloof aan de logos. Het geloof aan de logos en dat die logos de grondslag vormt voor de drie gebieden waaruit de werkelijkheid bestaat, namelijk het zijn, het denken en het handelen. Dat was voor mij een eye-opener. En het was vooral een eye-opener omdat... Epictetus en in zijn spoor Hado uitlegt dat het zijn, het denken en het handelen stoelen gegrond zijn in de logos, omdat het zijn, dat wil zeggen de wereld, het universum in zijn totaliteit, dat is natuurlijk materie, zo oneindig als je maar kunt zien, maar het is, zoals zij het zeiden, denkende materie. Het is materie die bewogen wordt, of die ontstaat uit een beginsel, uit een principe, dat uiteindelijk leidt tot de wereld die wij om ons heen zien. Ik hoor inderdaad bijna Spinoza hierin terug. Exact, exact, maar dat is het. Maar en... de paradox hier is wel, vind ik, even ook gewoon vertrekkend vanuit wat men normaal gesproken onder Stoa verstaat. Ja. Veel meer het beeld van amor fati, van ja. Dit is nu eenmaal het lot, woord dat ook vaak valt. Een van de aspecten die je bij de ethica komt, maar dan... Maar laat ik hem nog even afvragen, ja. Kun je erop reageren? Want ik denk dat veel
mensen zo'n primair idee hebben van de stoïcijnen, zelf in ieder geval ook. Dus dat je staat in het leven en sommige dingen, daar kun je lang over nadenken. Of daar kun je op een bepaalde manier op handelen. Maar je moet toch accepteren dat de realiteit nu deze wending met jou neemt. Ja. En dan moet je je inschikken. Ja. En het gaat er wel om dan hoe jij ermee omgaat. Dus om jouw intentie bij de gegeven werkelijkheid. Ja. Maar niet omdat je nou per se wil dat alles, bijvoorbeeld ergens veel ongelijkheid, of bijvoorbeeld ergens een maatschappelijk ontwrichtende situatie. Ja. Maar je moet toch gewoon met je eigen leven verder. En je kan niet alle problemen van de wereld oplossen. Ja. Dus je schikt je er ook op een bepaalde manier in. Ja. En daarom vind ik het interessant dat je zegt van alles een logos is. Want ik zou dus zeggen, is het niet zo dat het eenvoudige beeld van de Stoa is dat je zegt, nee, maar het leven is ook het leven. Ja. En de logos heeft zijn eigen beperkte plek. Je zegt het zelf al, dat is een simpel beeld. En je moet voorbij dat simpele beeld van aanpassing en je schikken in de gegeven werkelijkheid. Omdat je moet inzien dat het aanpassen aan de gegeven werkelijkheid, het amor fati, betekent niet dat je je neerlegt bij, schikt in de omstandigheden zoals ze aan je voordoen, maar dat je leert neerleggen, je leert schikken, je leert voegen. Het is meer dan dat. Het is amor fati, het is liefde voor het noodlot. Je leert je voegen naar de grondlijn van het grote beweeg. En het grote beweeg, dat is de logos die onder andere dingen ligt. Dus het geloof van de Stoa is dat het universum, de wereld zoals wij die kennen, gestuurd wordt vanuit een innerlijk principe dat de logos heet en dat God is. Dat was het geloof van de Stoa. Dus het is wel een vroom filosofisch systeem ook. Het is een vroom filosofisch systeem, maar hun vroomheid richt zich op een, als je het al een god wilt noemen, op een immanente god. Dus een god die in de materie zit en die het denkende beginsel is van die materie. En als je dan kijkt naar, kijk, ze verdelen de Stoa verdeelt de filosofie in drie gedeeltes. In de fysica, dus hoe zit de wereld in elkaar? In logica, wat is denken? En in ethica, hoe moeten we handelen? En de schoonheid van hun systeem is dat die drie onderdelen van de filosofie allemaal wortelen in dat begrip logos. Dus logos ligt als samenbindend principe onder de hele werkelijkheid. Maar logos is ook het beginsel dat onder ons denken ligt, logica. Dus wat is het beginsel waar volgens ons denken marcheert? Dat is logica. Logica in de zin van logos. Dus als jij juist wil denken, als jij juist wil leren denken, dan betekent het dat je je denken moet leren voegen naar de grote logos die onder alle dingen ligt. Daar zit de training in. Dus de discipline van het denken, dus de discipline van de logica. Wat de logica van de stoïci jou leert, is dat je je denken via de taal leert aanpassen aan het beginsel dat beide delen, namelijk de logos. En als je dan ook nog ziet dat ze trekken dat door. Dus ze beginnen de filosofie met een vraag van hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Dat is gestrand in de logos. Hoe moeten wij denken? Wij moeten denken in aansluiting op de grote logos met onze kleine logos in ons hoofd. En dan volgt daaruit de grondslag van hoe je moet handelen. Hoe moet je handelen? Je moet handelen door aan te sluiten in jouw handelen op datgene wat de logos van jou vraagt. Sluit aan op datgene wat de natuur jou ingeeft. Katafusin, dus je moet volgens de natuur leven. Een aantal keer het woord oefening gebruikt. Ja. En zoals ik al net al even zei, filosofie betekent voor die Stoa ook echt wat anders dan tegenwoordig betekent. Ja. Namelijk, het is meer zeg maar zoals het in het boeddhisme wordt beoefend. Het Een houding, een gecultiveerd leven. Ja, ja. Veel van die stoïci hebben ook überhaupt geen boeken geschreven. Dus in die zin zijn we hier bij de Nieuwe Wereld ook wel weer meer in die traditionele filosofie. De dialoog, de werkelijke gedachtenwisseling. Ja. Maar het gaat niet eens alleen maar om gedachtenwisseling. Het gaat ook echt om, dus letterlijk de houding in het leven. Kun je dat nog eens een beetje uitpakken hoe dat er dan uitziet? Want hij schrijft dus voor zichzelf die aforisme, overigens ook in een andere taal, hè, dat begreep ik, in het Grieks. Terwijl hij zelf dus in Rome woont. Ja, dus het is wel interessant dat hij dat dan in het Grieks doet, met zoveel zorgvuldigheid. Ja, intellectuele Romeinen die schreven in het Grieks. Hè. Dus zeker als ze een beetje zich verdiepten in filosofie, want de leraren filosofie, dat waren Grieken. Dus als je
Maar ook nog tijdens Marcus Aurelius. Hoeveel jaren Romeinse Rijk hadden we het wel? Ja. Maar dat is Hellenisme. Dus Hellenisme betekent ook dat men de Griekse cultuur overneemt en met name de Griekse filosofie overneemt. Ja. En dat dus... Ja, waar een beetje de Amerikanen op dit moment van toen, hè? Dus zoals we nu het Engels doen dan. Dat was de lingua franca. Ja, maar Engels heeft natuurlijk niet die chique klank die het Grieks en de Griekse filosofen hadden in de Romeinse tijd. Dat was echt iets heel verfijnds. Ja. Marcus Aurelius, om zich te verdiepen in de filosofie en in de richtlijnen van handelen en al die dingen meer, die ging te raad, die ging op school bij Griekse filosofen. Ja. En dus, wat zij hem leerden via de laatste fase van de Stoa, was dat filosofie volgens de Stoa betekent oefening. Filosofie is oefening. En wel oefening volgens de drie genoemde gebieden van zijn denken en handelen. Maar hoe oefen? Dus we hebben dat denken al een beetje uitgepakt. Ja. Ook in combinatie met de zijnsleer al meteen. Ja. Want dat ging om de logos en de kleine logos in ons hoofd. Ja. En dat je daar getraind over na kunt denken. Maar nu het handelen, de ethica, dat is denk ik ook datgene wat echt nog actualiteit heeft in de Stoa. Want de zijnsleer en de logica, ja, daar hebben we zoveel wetenschappelijke ontdekkingen op gedaan en zoveel andere metafysische geschriften op overgeleverd. Maar die handelingstheorie lijkt in het bijzonder nog actueel, zou ik zeggen. Ja. Maar hoe oefende hij dat dan? Luisterde hij dan een soort van collegezetting bij Epictetus, die sprak over een dilemma-situatie en hoe je daar handelt? Oefening in alle gebieden is buitengewoon praktisch. Dus oefening in wat het zijn is, betekent je oriënteren op het samenbindende principe, op de samenhang in de dingen. Dus de dingen hebben een natuurlijke samenhang, dat is het denkende gedeelte die in de materie is ingebed, het is een immanente God. Nadenken daarover betekent dat wij als mensen de bevoorrechte positie hebben, omdat wij dat ons denken geregeerd wordt door een ratio, door een hegemonicon, dat volgens de ratio. Dus het is eigenlijk een kleine afsplitsing van de grote logos die wij in onze hersens hebben meegekregen. Het is een klein antennetje dat wij hebben meegekregen, dat wij kunnen uitzetten. Dat is een mooie metafoor. Ja, dat wij kunnen uitzetten. Dus onze hersenen, het denkende, het hegemonicon, dus het leidinggevende beginsel in ons denken, is zo ingesteld dat wij het als een antenne kunnen richten op het universum in zijn geheel en daarmee kunnen aanvoelen wat de grote lijn, wat het grote bewegen van de dingen is. En waar zit de oefening? Hoe kun je de les trainen? Van het leven is, ook van de oefening van het handelen, is om je te voegen in het grote bewegen. Dus zij noemen dat ook wel oikeioze, het je invoegen in de natuur. Maar in de natuur, daar bedoelden ze dan mee dat je in je handelen moet laten leiden door de grote lichtlijnen van diezelfde logos die onder zowel het zijn als het denken als het handelen ligt. Dus, en als je dan verder bedenkt dat Marcus Aurelius in zijn positie van keizer een verdere uitleg gaf, misschien is die daarin toch wel vernieuwend hoor, dat hij een verdere uitleg gaf van wat die logos in sociaal opzicht betekende, dan kom je bij hem heel vaak de overweging tegen dat de logos blijkt uit sociale samenhang. Dus wat is een gemeenschap? Wat is een samenleving? Dat is een groep mensen die beheerst wordt door het idee van de logos. En het is de logos die van een willekeurige groep mensen een samenleving maakt. Maar dan is dus eigenlijk de hele wereld met elkaar verbonden. Juist. Vandaar ook dat Marcus Aurelius het had over wereldburgerschap. Dus de logos is universeel. En een juiste manier van handelen in de positie van keizer is dus dat je de mensen onderling verbindt. In die zin dat de gemeenschap van mensen voldoet aan dezelfde beginselen van samenhang, van sociale samenhang in dit geval, die je ook aantreft in de rest van de natuur. Dus dat was het idee
dat hij volgde in zijn handelen, waar hij steeds die aantekeningen voor maakte en dat hij dat als richtlijn gebruikte. Hij had heel universele pretenties sowieso, want hij geloofde ook echt in de waardigheid van het individu, wat pas veel later in de wijsbegeerte en laat staan in de rechtsstaat verankerd wordt. Ja. Het Romeinse Rijk was natuurlijk in die zin niet rechtsstatelijk in de moderne betekenis. Ja. Je had nog mensen die woonden in Rome, die waren geen burger. Hè? Dus ja. Dat waren nog geen onvervreembare rechten die je had als burger. Hoe ging hij zelf om met die paradox? Dat hij aan de ene kant dat soort moderne ideeën had over dat de mens eigenlijk wereldburger is en dat iedere mens waardigheid heeft. En dat hij aan de andere kant bovenop zo'n imperium staat dat toch heel uitsluitend is geweest. Kunnen we iets zeggen over die... Is dat voor hem... Hij was de man niet van de uitsluiting. Hè? Dus hij is de man van de insluiting. Oh, dus, ja. Want en dat is hem ook gelukt om concreet te maken? Dat is de lijn die hij volgde binnen de mogelijkheden die hij had als keizer. En die waren natuurlijk vrij groot. En daarin heeft hij de lijn gevolgd. Eigenlijk, zoals jij dat aangeeft, dubbel. Dat hij elk mens afzonderlijk als individu waardeerde en achtte. Maar dat zijn richtlijn was van welke rol elk individu te vervullen heeft binnen het organisme van de samenhang van de samenleving. Want hij was daarin niet schizofreen, dat hij op papier schreef. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. En in werkelijk dat de linkerhand heel idealistisch was en de rechterhand bikkelhard. Nee, integendeel zelfs. Hij is degene geweest die de soms theoretische betogen van de Stoa, vooral waar het de logica betrof, dus logica van de middenperiode, van de eerste periode, die is sterk. Chrysippus, een van de grote mannen, die heeft veel geschreven over logica. Dat is zeer theoretisch. Epictetus en Marcus Aurelius, vooral Marcus Aurelius, is de man die die theoretische voorschriften heeft vertaald naar richtlijnen, aforismen voor dagelijks gebruik. Dus datgene wat hij opschrijft is slogans, richtlijnen om in het hoofd te houden wanneer hij uit zijn tent stapte en op de paard ging naar het slagveld toe. Hij twitterde voor zichzelf. Ja, ja. Het waren. Dus het wordt vaak. De titel van zijn boek wordt vaak vertaald als bespiegelingen. Maar de juiste vertaling is mij aangereikt door een vriend die mij geholpen heeft bij de vertaling van de Griekse citaten. En die zei: de juiste titel zou moeten zijn aansporingen. Dat is het. Dat is wat hij schrijft elke dag met een paar regeltjes. Dat zijn aansporingen tot zichzelf. En dan oriënteert hij zich op de lessen van Epictetus met name. En via Epictetus op de oude grondleggers van de Stoa. Nou Maarten, je hebt ons heel erg enthousiast gemaakt voor dit boek. Een vertaling die jij maakte van Hadot. Tussendoor zei je even dat jij een speciaal boekenkastje hebt met boeken die beklijven. Ja. En deze staat erin. Ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat daar nog meer in staat tot slot. Ja, daar moeten we nog maar eens een afspraakje van maken. Van je bent zeker nog welkom bijvoorbeeld om te vertellen over Nietzsche. Maar ik vind dit namelijk wel een opmerkelijk boek. Ja. Kijk, want Pierre Hadot, hij is nu toch al bijna 30 jaar niet meer. Of dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Hij is al bijna 30 jaar oud. Hij is al een tijdje dood, een jaar of 10 denk ik. Hadot. Ja. Maar het is een opmerkelijk boek dat jij zegt van dit. Het is het enige boek. Het is wel een vondst dat je het gevonden hebt, laat ik het zo zeggen. Het is een modern filosoof die een intellectuele biografie schrijft over een keizer. Dat is toch wel bijzonder. Ja. Als jij zou zeggen, ik heb daar Jenseits van Gut und Böse tussen staan, dan denk ik, dat is een boek dat ligt voor de hand. Ja. Nee, het is een heel praktisch gegeven. Dus als je op zoek gaat naar handleidingen die jou zo snel en zo effectief en zo goed mogelijk vertellen wat de Stoa eigenlijk beoogde, dan ga je door tientallen studies heen en 9 van de 10, zoals jij weet, van de dingen die je dan nazoekt, dat is shit of dat is napraten van anderen, dat schrijft uit. Uiteindelijk blijven er, wat de Stoa betreft, voor mij 3 boeken staan. En dat zijn oriëntatieboeken voor mij, die mij hebben geleerd wat. En dit is er een van. Hadot is daar een bijzondere van, omdat Hadot mij uitlegt dat de Stoa een leer is van 3 disciplines, zijn, denken, handelen, die allemaal gegrond zijn in de logos. Ja. Kijk, fantastisch. Nou, als ik er dan 1 aan mag toevoegen, als jij het beperkt tot 1 boek, dan toen ik dit las, toen dacht ik eigenlijk, als je je wil verdiepen in de Stoa, lees dan Epictetus
verzameld werk. Ja. In bijzonder natuurlijk het handboekje. Dat zijn de laatste, ja. Aansporingen om dan maar de taal van Marcus te gebruiken. Ja. En in dit boek leerde ik dat hij echt heel erg de leerling blijft van Epictetus. Ja. Maar soms is het ook, innovatie kan ook zijn dat je iets bewaart wat goed is en in eigen woorden brengt. Hè. Je hoeft niet altijd in die zin iets anders toe te voegen. Iets kunnen conserveren en vitaal houden is een kunst op zich. En dat kan Marcus, bovendien was hij ondertussen ook keizer. En Epictetus was maar gewoon een filosoof die sprak. Maar toch, hè, het verzameld werk van Epictetus, dat moet je eigenlijk hiernaast lezen. Te meer omdat Marcus Aurelius hoef je niet echt aan te schaffen, omdat het zo royaal wordt geciteerd in dit boek. Dat je eigenlijk een kwart van de aansporingen wel, en ook nog een hele mooie selectie, wel tot je hebt genomen als je dit eenmaal hebt doorgewerkt. Ook trouwens in een toegankelijke taal geschreven. Dus wat dat betreft even de laatste woorden over de vertaling. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Jij las dat. Jij bent natuurlijk heel erg vertrouwd in het Frans. Ja. Dus je stelde gewoon voor aan de uitgever, ik wil het vertalen en dat doe je dan. Of was dat... Het is een redelijk technisch boek namelijk. Dus, hoe zie jij dat? Wat mij treft vooral is... Marcus Aurelius is tamelijk ingewikkeld, omdat het aforistisch is. Stoa is een ingewikkelde filosofische stroming in tegenstelling tot Epicurisme. Epicurisme is vrij makkelijk te omschrijven. Het is ook op één persoon gericht. Stoa is veel diffuser en moeilijker. Het grote voordeel van dit boek is dat het een dubbele inleiding is. Ik vind het een soort wechselseitige Erhellung. Dus het leven... Het werk van Marcus Aurelius wordt toegelicht uit de grondlijnen van de Stoa. Dus opeens zie je de grote lijnen lopen. En omgekeerd is het werk van Marcus Aurelius een eye-opener op de grondlijnen van de Stoa. Dus wekselzijdige herhaling. En dat geeft geen enkel ander boek mij. Mooi verwoord. Maarten van Buren, leuk dat je hier was. We zien je hopelijk nog een keer. En we gaan, als je geïnteresseerd bent in de Stoa, is dit dus een uitstekende inleiding. Wat ik zelf wel charmant aan vind, moet ik dan eerlijk toegeven, is dat hij ook keizer was. Ja, absoluut. Dit is geen praatjesmaker geweest. Goed zo. En je merkt ook die concreetheid. Ja, natuurlijk. Dat merk je. Ja. Heel wat anders dan wij, die zomaar een gezellig spraakje zitten te voeren. Wij hoeven niet op de paard en dan in de strijd in. Nee. We kunnen alleen maar bewonderend kijken naar zo iemand. Ja. Misschien moeten we ook zelf nog een keer te strijden voeren. Ja. Als het even kan. Ja. Oké, dank voor het kijken. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.